De nieuwe voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, Reshma Mangre, zal zich door geen enkele politieke partij laten beïnvloeden. Ze zal zich net als Wilgo Valies sterk inzetten voor de belangen van onderwijsgevenden. Valies heeft dinsdag het voorzitterschap overgedragen. Tijdens een gisteren gehouden persconferentie heeft Mangre benadrukt dat ze niet zal terugdeinzen voor geen enkele politieke organisatie. Ze verzekert dat de doelen van beide organisaties nog steeds recht overeind staan. Het belangrijkste wat het bestuur, zeker de voorzitter en de leden voor ogen moeten houden, dat we een belangenorganisatie zijn. Het moment dat je aan partijpolitiek begint te doen, ben je bijna plaats je jezelf in een afhankelijke positie. En dat moeten we niet hebben. We moeten onder alle regeringen met onze vuist op tafel kunnen slaan om te zeggen, dit is wat waarvoor we staan en dit is wat we eisen. En we willen niet in zo'n positie worden geplaatst waarbij we afhankelijk zijn en eigenlijk monddood worden gemaakt. We zijn leraren, we kennen onze job, ons doel is om kritische burgers op te leiden en dan moeten we ons daarin gaan bewijzen. Ik heb u aangegeven dat ik geen lid ben van geen enkel politieke partij. Precies zoals u hier van de media bent, u bent ook gaan stemmen neem ik aan, u heeft uw burgerplicht vervuld. U heeft ook op een bepaalde partij gestemd, maar dat wil niet zeggen dat u die partij aanhangt en dat u daarom uw werk niet zou kunnen doen. Dus ik begrijp die vraag eerlijk gezegd niet. Ik heb natuurlijk een partij waarop ik had gestemd, maar dat neemt niet weg dat de partij voor mij kon bepalen wat ik moet doen. Dus kan geen invloed hebben op u? Absoluut niet. En daarvoor mogen de leden ook gegarandeerd zijn. Anders mogen we de tent hier sluiten. Mangre stelt dat positieverbetering van de leden een van haar prioriteiten is. Ze zal daarom binnenkort een brief richten aan minister Lilian Verrier van Onderwijs om over dit onderwerp te praten. Ik heb al eerder gezegd waarvoor ik me sterk maak, zeker voor de positieverbetering. Ik heb gezegd dat het mutatiebeleid staat nog recht overeind. Dus kortom, alle issues die we eerder hadden aangeschreven met meneer Valies als voorzitter, die staan nog recht overeind. Het nieuwe alleen is dat ik nu gewoon de voorzitter ben en ik hoop op een hele goede samenwerking en ik ga ervan uit, ik ben positief ingesteld, dat de minister erop zal reageren en ons uitnodigt om verder te gaan. We moeten verder gaan. Het heeft geen zin om bezig te houden met persoonlijke sentimenten. We moeten altijd kijken naar het groter belang en het groter belang is het onderwijs in dit geval. Dus ik zal die brief schrijven en aangeven dat er nou een andere situatie is, een andere voorzitter en ik zal er vragen om ontvangen te worden. Tot zover Reshma Mangre, voorzitter van de BVL en de ALS. Tijdens een gisteren gehouden persconferentie zei ze dat ze zich niet zal laten beïnvloeden door de politiek.